14 juni 2016. We komen net uit de rechtszaak met mevrouw Frederique Veraard en een CIB-mevrouw die zich geen naam gaf. Samen met Chris van Mahabharata zat ik aan het tafeltje om als gemachtigde voor een van onze landgenoten het woord te doen over wat zij noemen snelheidsovertredingen van een paar kilometers per uur. We hebben het allemaal op de video vastgelegd en ik verwijs eigenlijk naar die video voor het hele verhaal, alvorens we dan met vragen verder gaan. En het is in ieder geval zo afgelopen dat er een wraking komt en die wraking wordt gedaan met het wraakstuk wat de vorige keer door deze rechtbank, door de heer Raoul Jean van de familie Paris, is genegeerd. De rechtbank verbood ons toen te wraken, wat ze niet mogen. En verwees ons naar een hoger beroep in Leeuwarden waar je dat niet kunt krijgen. Nu krijgt diezelfde rechtbank hetzelfde wrakingstuk met een toelichting. Een toelichting die ook die wrakingsrechtbank heeft. Weer terug. En dan komt dus een wraking waar we ingaan op het eind wat nu bereikt is van de Staten Nederland met haar corrupte rechtssysteem, haar corrupte rechtbank zelfs. Vanuit een corrupte satanische gedachte ontstaan en opgebouwd. Dat kunnen we nu op basis van ons begrip, ons weten, stoppen. Het is een studie, maar ga hem aan en durf je vragen te stellen op een van onze scholen die hier in onderricht. Laten we straks verder praten op een rustig moment. Dank. Dankjewel.